Goedemorgen, ik ben de deurwaarder, Jurgen Zuurman. Er zit een mevrouw in de auto, die wilde niet uit. En ik wil de auto meenemen. Ja, dat verwacht je niet. Dat is de jackpot, jongens. Ik denk dat er wel vrachtwagen moet komen. Wat is er boven? Vermoedelijk is het geld opgegaan aan drank, drugs en andere dingen, maar het is in ieder geval niet besteed aan bouwmaterialen. Tot onze verrassing hoorden we op een gegeven moment gestommel en werd de deur toch opengemaakt. Zo, oh, iemand thuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Hallo, ik zal me voorstellen, ik ben de deurwaarder. Hoi. Hallo, u bent? Ik ben Jordi. Ja, oké. Okay. U bent er zich van bewust van dat u vandaag de woning moet verhuizen? 11.000 euro. 12.000 euro. 18.500 euro. Dank jullie wel voor de komst. We gaan met meneer verder en de zaken afwikkelen. Ik ben tevreden met het bod. De restkant blijft gewoon bestaan. Dus we zouden morgen gewoon bankbeslag kunnen leggen. En als er dan 2.500 euro op de rekening staat, dan zijn we helemaal uit de kosten. Is de schuldeiser ook blij. De meneer moet zijn financiële verplichtingen nakomen. En het recht moet zegevieren. Wilt u geholpen worden met het incasseren van uw geld door een gerechtsdeurwaarder? Neem dan contact met me op. En dan kijk ik heel erg uit naar uw reactie.